Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video van onze voetbalmanager FCM Career Mode serie. Het derde seizoen alweer en we gaan aan de Eredivisie beginnen. En ik heb direct ook eventjes goed nieuws aan jullie te melden. Berisha hebben we weten over te nemen buiten opnames. Ik had niet verwacht dat deze deal rond zou komen, dus ik had het niet helemaal opgenomen. Ook hebben wij Brouwer terug in de selectie en hebben wij nog voor de rest niet heel veel nieuwelingen weten te halen. Voor de rest hebben we vooral veel wisselspelers die uit de jeugd komen, maar die schijnen ook heel erg goed te zijn. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ik verwacht in ieder geval een wat fittere Berisha dan vorig seizoen. Het kan zijn dat deze video iets korter is dan normaal, want waarschijnlijk gaan we 3 wedstrijden doen in verband tijdstekort. Want het is vandaag donderdag op het moment van de opnemen en over 3 kwartier wil Brian Ajax kijken. En we zijn vrijdag bij FC Emmen, dus ja, dan lukt het ook niet. En zaterdag heb ik geen tijd, dus dan moeten we de video waarschijnlijk maar iets gaan inkorten. Maar ik hoop hierop op jullie begrip. Twente uit is over het algemeen altijd wel moeilijk. En sterker misschien nog wel zelfs onmogelijk om te winnen. Want hier voetbalt Mané en Carlos Mané maakt er 1-0 van voor FC Twente. Maar ja, niet heel erg. Meer eisen van de ploeg? Oh, toch niet, want dan worden ze boos. Nou, wij hebben gewoon een handje met kansen missen. Vooral Thomas Buitink. Ik hoop dat hij dit seizoen iets meer loskomt eigenlijk. Het Twente publiek zit al gewoon te juichen bij elke paas. Flap. Mané. De Keizer heeft de bal, maar die gaat de bal sowieso heel erg wild uittrappen. Want daar heeft de Keizer over het algemeen. Oh. Gaat dit goed of gaat dit fout? Scholten. Rijt. Berisha. Smeets. Oh ja, dit gaat fout. Was te verwachten. Maar dit gaat ook fout. Ja, deze gaat er niet in. Buitink heeft de bal. Nee, dat bedoel ik. Buitink kan er echt helemaal niks van. Maar ik blijf vertrouwen houden in deze spits. Ik wou zeggen deze bal vliegt erin, maar het kan nog steeds. Maar nee. Ferreira, Hilgers, ze spelen ons helemaal kapot. Rush. Oh, deze bal vliegt er niet in. Dat is wel een corner voor FC Twente inmiddels. Maar nee. Scholten. Die bal wilde maar niet in. Salahedin met de ingooi voor FC Twente. Vergera. Flap. En zo gaat de bal makkelijk rond. Maar Berisha, nee. Oh, het is logisch dat Twente beter is. We hebben wel een fittere Berisha dan vorig seizoen, volgens mij. Landou, die krijgen wij gewoon niet fit. Dat blijft een dingetje dit seizoen, denk ik. Charlie Landou, zijn fitheid. Ja, ik was even aan het nadenken, want verheugd ben ik aan de ene kant, maar dat motiveert de spelers niet, dus ik ben teleurgesteld. De hoop dat ze misschien nog een resultaatje willen gaan halen. Oh, dit is wat minder. Ik had Bradley Hood, maar die is eigenlijk niet goed genoeg. Nou, nu gaat Twente denk ik wel winnen. Dat hoeft niks te betekenen, dit. Zal hij die met de ingooi flap? Ik wil eigenlijk bovenop zitten, maar ja, gegenpressing vraagt ook gewoon heel veel van mijn spelers. Maar we hebben het ook zo gered vorig seizoen. En kijk, dit is wel gewoon goed. Buitink, ja, dit is helemaal niet goed, want Buitink komt in balbezit. Schouten, ik ga het middenveld sowieso eventjes wisselen.
Nou, nee, Mansaray hoeft daar niet te komen te staan. Van Konings verwacht ik wel wat. Ah, Mansaray gaat er wel komen te staan. Het is niet anders. Ja, bij FCM hebben we gewoon niet heel veel geld te besteden. En ja, we wachten eigenlijk op deadline day dat we nog wat spelers kunnen gaan huren. Want er moet gewoon wat bij op het middenveld. Dat weet ik. Maar ja, we hebben op dit moment weinig geld. En dat zit ons niet mee. Echt niet. Trouwens, Buitink. Oh, dat kan al niet meer. Ja, maar ik had wel verwacht dat we konden wisselen. Salahedin. Ik vind het positief dat we misschien maar met 1 of 2-0 verliezen. Ik bedoel van, ik had liever hier natuurlijk punten gehaald, maar dat zit er waarschijnlijk gewoon niet in. Prupper. Die zijn echt natuurlijk weg naar Rangers gegaan. Rust. Van Bergen. Ja, die gaat 2-0 maken. Oh nee, niet. Hij schiet de bal voorlangs. Nou, dan gaan we deze wedstrijd verliezen. Maakt ook niet al te veel uit. Ik bedoel van, ik heb een paar spelers minuten kunnen geven. Daar mogen hun ook tevreden over zijn. Nou, mag ik blij zijn met deze prestatie? Ik bedoel van, nou, laat ik gewoon teleurgesteld zijn. Misschien dat ze hier nog wat van oppikken. Nou, dan gaan wij lekker over naar de volgende wedstrijd toe. Inmiddels staat de wedstrijd tegen NAC Breda op het programma. Zien we dat Hardeveld, Kieftenbeeld, et cetera, weer allemaal op de bank zitten. Dus we zitten weer wat breder in de middenvelders. Ook hebben we even bijna heel jong Ajax proberen te huren. Maar daar heb ik op dit moment nog geen reacties op. Waarschijnlijk willen ze allemaal niet. Maar goed, het proberen kan altijd. Amartjan Kaplan lijkt misschien wel te kunnen. Want hij wordt momenteel op de verhuurlijst gezet door Ajax. Dus we proberen ons best om hem te huren. Aangezien er op dit moment alleen maar keukenkampioen-divisieploegen geïnteresseerd zijn. En wij spelen natuurlijk in de Eredivisie. Dus ik hoop hem daarmee te kunnen, ja, te zeggen van kom maar naar Emmen. Maar we spelen in ieder geval tegen NAC. En daar moeten we in ieder geval proberen onze punten te halen in onze eigen thuiswedstrijd. En daar is bijna de 1-0 al. Corner Emmen, ja, daar zijn wij nooit heel erg sterk in gebleken. Smeets. Nou, dat zijn we ook niet sterk in. Buitink geeft de bal wel weer terug aan Smeets. En die geeft de bal voor, maar ja, nee, niet helemaal goed gedaan. Buitink neemt de bal wel weer over. Maar voor de rest is daar niks bijzonders aan. Ik wil wel dat ze zich focussen op de wedstrijd. Niet dat ze rare dingen gaan doen. Dat mogen we zeker niet hebben vandaag. Deze is wel balen. Maar goed, ja, Brouwer was ook niet al te beste aankoop. Maar ja, ik wou breed op de middenveld. En dan kom je al snel Brouwer uit. Er was niet echt veel beters op de markt te vinden namelijk. Zo, iedereen valt opeens wel licht uit, hè, met lichte blessures. Hopelijk is het niet al te zwaar. Ik zeg nu wel lichte blessures, maar ja, dat kan natuurlijk nog wel oplopen. Oké, ik ben teleurgesteld. Dat mogen ze echt best wel weten. Nou, kom op jongens. Speel dat NAC nou eens van de mat af. Buiten, ja, dit gaat er never nooit in. Het gaat er nooit in. Echt nooit. Dat soort vrije trappen vliegen er nooit in. Corners ook nooit. Smeets. Nou, Berisha schiet maar. Nou, niet vanaf daar. Smeets. Hardeveld. Ja. Waarom laat ze dit dan doorgaan, hè? Dat is ook weer de grote vraag.
Van Hoeven gaat er in ieder geval weer in komen. Schouten gaat in het veld komen, want ik zie dat bepaalde spelers het niet aankunnen. Nou, ik wil Berisha erin houden, want Berisha is wel zo iemand die uit het niets kan scoren, ondanks dat hij moe is. We hebben dus al onze 5 wissels gedaan. En hopelijk valt het niet in het voordeel van Nakka, maar in het voordeel van ons. Wij creëren wel kansen, alleen dat is in het echt ook zo. We maken ze alleen niet af. De Keizer met het opbouwen. Heilen. Gaat sowieso fout. Scholten. Smeets. Redam. Ja, dat bedoel ik. Gaat sowieso fout. Janosek, maar die levert de bal niet in door het slechte ingrijpen van Jeff Hardeveld. Had de bal gewoon in kunnen, had de bal gewoon als het ware af kunnen pakken. Doet dat niet. Nou, nu met een dramatische instappen. Het is allemaal veel te mat, jongens. Let nou eens op. Doe iets. Zet druk. Dat is jullie taak. Mervinga, nou, het zou me niks verbazen dat dit de 1-0 van NAC gaat worden. Ja, dan kennen we een dramatische seizoenstart. Blunder van Fabian de Keizer. En NAC met geen prachtige aanval de 1-0. De Keizer mag zich hier best wel voor schamen. Maar goed, Smeets, Redan. Als dit het dan moet, jongens, dan is dit wel heel triest. Van den Berg, Janosek. Kemper. En weet je wat het leukste is? Dit spel is ook gewoon niet goed geprogrammeerd. Want het staat op gegenpressing. Er staat op druk zetten. En ze doen helemaal niks. Het staat stil. Janosek. Duurt lang voordat er een corner wordt genomen. De bus komt niet. Kieftenbelt kan het sprinterbel niet winnen. Troost. Nou, laatste hoogtepunt. Misschien dat we er nog een puntje uit kunnen halen. Redan. Hardeveld. Smeets. Geweldige loopactie. Ja, nou ja, wordt alleen niet bediend. Ja, dan heb je er niks aan. Dirksen. Smeets. Scholten. Naar Berisha. Ja, goede bal, maar... Wij hebben echt een probleem, hoor. Afmaken is echt een... Is een raar vak hier in Emmen. Kan geen enkele spits. Berisha, Smeets. Ik ben gewoon boos. Ja, echt, ben gewoon echt boos. Van dit soort teams moet je gewoon winnen. Ja, het wordt gewoon weer een strijd om handhaving. En ik hoop dat die Ajax-spelers snel komen. Nou kijk, hier ben ik blij mee. Guy op huurbasis naar Emmen. En ook Kaplan komt hier naartoe. Nou, hartstikke tevreden over. Dan hebben we die in ieder geval binnen. Want dat zijn hopelijk gewoon versterkingen voor ons. Ja, ik weet wat jullie denken van Anton Guy. Is natuurlijk in het echt een matige voetballer. Maar goed, die Jansen gaan we verschuiven op de hoop dat we dat nog rond kunnen krijgen. Dus dan zouden we nog eventjes een speler moeten kopen. Verkopen bedoel ik. Maar hier ben ik in ieder geval blij mee. Ook gaan wij Kian Fitzjim verhuren. Was het maar zo feest. We gaan we huren. Missa Wie wil niet verhuurd worden aan FCM. Had ik al verwacht. Vindt het wel jammer. We komen wel zo'n speler tekort. Maar goed, we gaan nog eventjes bij Jong AZ kijken of we hun spits kunnen huren. Nou, we spelen waarschijnlijk de laatste wedstrijd van de video. Anders komt er nog een wedstrijd aan.
We spelen dus met deze opstelling. Nou, Fitz, Jim en Scholten hebben omgedraaid. En Scholten kan opeens beter voetballen. Ook wel weer bijzonder. Maakt wel uit. Dit wil ik eigenlijk zo voetballen. Zo, dan heb ik liever Fitz, Jim in zijn kracht. Hopelijk kan dit. Buitink wordt als het goed is straks nog verhuurd. Dus dan zal Redan in de basis komen. Het zou mij niks verbazen als Buitink nu wel scoort. Maar goed, ik heb vertrouwen in Redan dat hij dat ook kan. Boet. Jansen kop weg. De bal op de lat geschoten hier in Utrecht. Nou, eens even kijken wat de Ajax-jonkies allemaal kunnen. Ze zijn veel te duur om te halen, dus het is echt maar eenmalig dit seizoen. Jansen. Amashan Kaplan. Smeets. Fitzjim. Geweldige voetbal, Berisha. Oh, jammer zeg. Fantastische aanval van Emmen. Maar Berisha moet waarschijnlijk de goals gaan maken dit seizoen. Maar daar heb ik ook wel vertrouwen in. Romani. Van der Hoorn. Troost. Goede redding, Fabian de Keizer. Ja, Utrecht zet een beetje druk op Emmen. Veenbrink, Van der Hoorn. Nou jongens, kom op, druk zetten. Dat is toch de bedoeling. Van der Hoorn. Hatsidiakos speelt blijkbaar nu hier. Guy wordt verrast, Bouzid. Goed weggetrapt, alleen er staat niemand. Iqbal, Romani, Bouzid, Iqbal. En die bal gaat er net niet in. Wel een mooi schot van Iqbal trouwens. Boet. Oh nee. Buitink, jongen, toch. Oh. Wat kan jij er ook helemaal niks van, hè? Dan gaan we zonder spits spelen. Prima. Ja, bewijs zijn kwaliteiten. Buitink heeft zijn kwaliteit laten zien. Die bestaan niet. Het ligt nu wel iets open bij ons op het middenveld, maar hij is niet anders. Ik wil er iets meer uitkomen, dus dan gaan we Van Hoeven erin doen. Iqbal, Bouzid. En die bal vliegt er maar niet in. Nou, als je de kansen niet gaat afmaken, Utrecht, dan valt hij ook niet aan de andere kant. Want wij hebben geen afmakers. Boet met de corner. Nou, Keizer zal wel niet uitkomen. Natuurlijk niet. Rare keeper hebben wij. Smeets doet het ook niet goed. En die bal vliegt erin. Blunder van FCM. Ja, nou ja, blunder, nee, dat niet. Maar het is gewoon jammer. Het had niet gehoeven.
Het had gewoon niet hoeven, maar ja, weet je, Utrecht is gewoon sterker dan wij. Ik denk dat wij dit seizoen gewoon enorm zwaar gaan krijgen voor handhaving. En ja, waarschijnlijk gewoon de verkeerde transfers gedaan. We hadden gewoon eerst de spits moeten gaan huren. Het wordt nu heel moeilijk om nog een spits te huren. Hoe ziet Dallas? Ja, raar verdedigd door Kaplan. Dallas. Kijk wat jij kan. En die bal vliegt er nog bijna in. Maar ja, we kijken nu weer de hele tijd naar corners. Ik kan je vertellen dat je daar als trainer van Emmen ook niet al te vrolijk van wordt. De bal wordt van de lijn gehaald en hij vliegt er alsnog in. 2-0, dik verdiend hoor. Domme overtreding van Buitink heeft ons helemaal uit de wedstrijd gebracht. Ik kan niet wachten tot hij verhuurd wordt. Nou ja, jammer, verdiend verloren is niet anders. En ons maar gaan opmaken voor een eventueel volgende wedstrijd. Oh ja, natuurlijk, het was negatief, sorry. Maar als we nog een volgende wedstrijd hebben, spelen we die tegen PSV. En anders zien jullie straks de videoafsluiting. Nou, dames en heren, dit was in ieder geval de FM Career Mode. Hij is misschien net onder de 20 minuten. Alsnog, sorry daarvoor, we hebben gewoon... te lang gehad om dit op te nemen. Het duurde wat langer. Brian die moest werken de hele week. Ja, er kwam niet echt een opnametijdstip. Of de dag überhaupt dat we het konden opnemen. Dus het werd pas donderdag. Ja, en op dat moment speelt Ajax over 6 minuten. Dus ja, en dat wil Brian graag zien. Ik ook. Dus daarom hebben we besloten maar 3 wedstrijden op te nemen. Ondanks dat wil ik jullie in ieder geval wel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet ervan zeker niet op het duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk te abonneren en het belletje aan te doen. En vergeet ook zeker niet te reageren wat je van de video vond. We houden van feedback, bijvoorbeeld transfers die we moesten doen. Voor volgend seizoen worden allemaal gewaardeerd, al is dat KKD, het maakt niet uit. Je kan ons YouTube kanaal ook steunen door een lidmaatschap te nemen. En voor 4 euro per maand dan kan je deze serie bijvoorbeeld binnenkort vooruitkijken. En je kan ook doneren tijdens livestreams. Dat is dan een eenmalige donatie. Daar steun je, met beide steun je het kanaal om professioneler te worden. Dus betere materialen te kopen, et cetera. Nou, in ieder geval graag bedankt voor het kijken. En tot dinsdag bij een nieuwe aflevering.